Hoi allemaal, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Voor de mensen die me niet kennen, ik ben Sarah Verwoerd. En voor als je nieuw bent, vergeet zeker niet op die abonneerknop te klikken. Hierdoor hoef je nooit meer een video van mij te missen. Zoals je de titel hebt gezien, heb ik vandaag een What I Eat in a Day. Ja, ik had op mijn Instagram een poll geplaatst met wat voor video's. Nou, eerst een sticker tab. Toen kwam deze video heel vaak uit. En toen had ik een poll geplaatst met deze video of oude video's terugkijken. Oude video's terugkijken ga ik ook nog doen, maar deze wordt meest gestemd. Dus deze video zet ik als eerst online. Ik heb al een stukje gefilmd vanochtend, maar ik heb nu even klaargemaakt. Dus ik dacht, ik ga nu gewoon de intro filmen. Ik ga jullie eigenlijk alles laten zien wat ik eet. Ik ben op het moment bezig om een beetje gezond te eten. Gewoon naast mukbangs wil ik gewoon een beetje gezond gaan eten. Want ik merk gewoon dat ik wat ben aangekomen. En ik wil dat graag een beetje af hebben voor de zomer. Dus ik laat jullie al mijn eten zien. Ik probeer alles wel zo lekker mogelijk te maken. Want ik hou gewoon heel erg van lekker eten. Dus het is niet dat ik saaie, droge boterham met kaas eet. That's not me, oké? Ik ben echt fancy met allemaal dingetjes. Dus ik hoop dat ik jullie een beetje kon inspireren. En dat jullie het leuk vinden om te zien. Als je zin hebt in de video, vergeet dan zeker niet een blauw duimpje omhoog te geven. Dat zou ik heel erg leuk vinden. Ja, en vergeet natuurlijk niet op mij te abonneren. Ik zie dat heel veel van jullie wel kijken, maar niet abonneren. Dus help me, support me en klik op die abonneerknop. En wil je me daarnaast nog meer stalken? Volg me dan op Instagram, dus @sarahverwoerd. Dan heb ik jullie heel veel plezier mensen met het kijken. En dan gaan we nu maar beginnen. Right, het is nu ochtend. Ik heb geen make-up op. Ik ben net wakker. Ik wilde eigenlijk om 8 uur gaan opstaan. Ik heb daar best wel veel te doen. En toen dacht ik, laat ik werken om 8 uur zetten. Meestal zet ik mijn werk om 9 uur. Dit was een fout, want ik ben daar meteen weer in slaap gevallen. Het is nu 10 uur. Het is nu 10 uur, dus ja, dat is gewoon helemaal shit. Maar ik ga wel even naar beneden. En ja, ik ga dus een What I Eat in a Day filmen. Ik heb de stem echt helemaal weg gewoon. Soms eet ik wel een ontbijt en soms niet. Ik denk dat ik nu wel ga eten omdat het al 10 uur is. Meestal maak ik iets van havermout. Dus dat ga ik nu maken. En ik ga of course een koffietje zetten. Want voor de kijkers die me kennen, ik moet mijn dag beginnen met koffie. Ik zit te twijfelen of ik een ijskoffie ga maken of gewoon normale. Nee, ik gewoon normale doen. Het is best wel warm. Het is best wel koud buiten. Oké. En ja, ik ga jullie ook laten zien. Oh my god. Dit is wel goed. Oh my god. Oké. Ja. Kut. Ja, dit ben ik echt. Dit ben ik. Oké, ik heb hier mijn laptop. Ik ga even wat mails beantwoorden. Ik heb hier alvast lekker mijn koffie. Dit is echt. Oh, hier moet ik de dag echt mee beginnen. Ik ga mails beantwoorden. En de havermout moet altijd een kwartiertje staan weken in het kokend water. Dus daarom ga ik nu eerst voor dit doen. Langer mails beantwoord als dat ik eigenlijk wil, maar ik kan nog niet stoppen, want ik wil gewoon alles af hebben. Ik ga nu wel echt ontbijten, het is 11 uur. Ik ga na mijn ontbijt me omkleden, me opmaken en dan ga ik denk even de weekvlog editen en dan vanmiddag om 2:30 tot 4:00 heb ik online les, dus daarvoor wil ik even middag gegeten hebben. Oké,
Oké, de havermout is nu wel goed. Ik ga daar nu wat yoghurt en zaden en zo wat opgooien. En denk even een stukje banaan. Oké, het is niet het mooiste ontbijtje, maar het is wel best wel lekker. Nou, best wel heel erg. Onder zit dus havermout, erop heb ik yoghurt, banaan, cacao nibs, pindakaas en een zadenmix die mijn moeder altijd maakt. Ja, hier zit kokos, pompoenzaad, lijnzaad, allemaal gezonde dingen. Dat stelt mijn moeder altijd samen en ik mix het altijd lekker door. Oké, mijn ontbijt is op. Met een video aan het kijken die ik boven ga afkijken. Dan ga ik even make-up doen en omkleden. Dus ja, het was echt super lekker ontbijtje. Ik zit nu lekker vol. Vroeger altijd nooit ontbijt. Maar ja, de laatste tijd heb ik dat wel gaan doen. En dan eet ik gewoon een gezond lekker ontbijtje. Zodat ik in de middag weer ga snacken. Want ik ging heel veel... Ja, mijn eten uitstellen eigenlijk tot nu of twee. En dan ging ik daarna heel veel eten. Of had ik heel veel honger. Dat ik echt ongezonde dingen ging pakken. Dus dat probeer ik nu te voorkomen. Ik heb nu lekker een bijtje. En dan ga ik zo meteen lekker gezond middag eten. Maar wel lekker. Natuurlijk wel lekker. Alright. Mijn make-up zit erop. Het is nu 12 uur. Ik ga denk ik even de weekvlog editen. Misschien nog meer doen. Ik moet nog één ding doen. Ik weet niet meer. Ik denk dat ik ongeveer over een half uur eten ga klaarmaken. Want om 1:30 heb ik weer online les. Dus ja, ik weet nog niet wat ik ga maken. Ik zal even kijken wat ik in huis heb. Ik heb het geen idee. Jurkje aan. Die kan ik weer niet zien. Oké, ik ga het even in de spiegel laten zien. Ik heb dit superleuke jurkje aan van Chiquelle. Met een legging van Shein. En schoenen van ook van Shein. Cute. En sieraden zijn echt van overal nergens. En riem is van H&M. Ik heb echt een heel irritant traanoog. Waardoor mijn hele make-up hier weg is. Oké, het is inmiddels 1:15. Ik ga even middag eten maken. Ik heb echt geen idee nog wat. Maar dan gaan we even zien. Oké, ik ga even een salade maken voor tussenmiddag. Ik heb wat sla. Ik heb eigenlijk wat dingen uit de koelkast gewoon gepakt. Wat restjes. Wortel. Dit ga ik even bakken. Want de courgette vind ik niet zo lekker rauw. En ik heb ook nog spek. En ik ga ook even een dressing maken. Mosterd. Honey mustard. Oké, ik heb de gebakken groenten erop. Ik heb hier de dressing gemaakt. Oké, de salade is klaar. De bacon of de spek zit er ook op. Ik ga dit lekker opeten. Heerlijk. En ik neem er gewoon een glas water bij. Het heeft me trouwens ongeveer iets langer dan een half uurtje geduurd. Maar ik heb ook wel heel langzaam gedaan. Oké, ik heb er toch nog wat olijven en een beetje feta van dit toegevoegd. Ik dacht, het maakt misschien nog wat lekkerder. En dan ga ik nu lekker opeten. En ik heb nu ook precies online les, dus het komt goed uit. Oké, ik heb nu online les. Ik heb net mijn salade op, echt niet normaal lekker. Ik had 4 uur les naar mijn werk, dus echt saai dag. En ik ga lekker een koffietje drinken. Ik had al lang geen pauze meer, maar ik had niet door wat vergeten. Voor deze benoemen dat je
dat je bijvoorbeeld geen zorgen hoeft. Trouwens, altijd een beetje agavesiroop in mijn koffie, zodat ik geen suiker drink. Dit ook eigenlijk al jaren. Mijn moeder is hier ooit meegekomen. Dus dat is super fijn. En ik heb dus een zwart, donker. Nee, je noemt dat. Donkere. Pure chocola. Heel lekker zees. Kokos en amandel. Ah, ik heb het van wel. Jezus. Dus cheers. Oké, het is net kort voor vier. Ik heb nog heel even online les. Mijn moeder heeft net een halve grapefruit gebracht. Dus die ga ik gewoon dus lekker opeten. Love fruits. Lekker, dus dat ga ik opeten. En alleen maar hier achter mijn laptop de hele dag. Maar ja, that's quarantine life. Oké, ik ben nu klaar met de online les. Ik heb deze ook zo goed als op. En ja, we zijn al een beetje moet werken, dus ik ga mezelf. Het is 4 uur. En ik heb toch een soort van honger. En ik ga zo werken. En ik ben dan meestal pas 8:30 thuis. En vanavond is het druk. Dus ik denk dat ik nog wel later thuis ben. En ja. Ik heb dit gepakt. Het is niet heel ongezond. Het zijn sunbreaks. Ik ga een klein beetje ervan eten. 1 zo'n zak bevat maar 400 calorieën. Dat is best wel weinig. Maar ik ga gewoon een paar keer eten. En misschien nog wat ongebrande of ongezouten noten. Maar ik weet niet. Laat het jullie weten. Deze zijn zo lekker. Echt? Ik zou dit gewoon kopen. Gewoon. Ik was ook willen snacken. Ik vind het zo lekker. Oké, het is inmiddels 8:30. Het was eigenlijk niet eens heel druk. En ik heb gewoon snel gewerkt. Ik ga nu lekker eten. Ik heb een HelloFresh. Dit is een soort risotto van orzo volgens mij. Met bospaddenstoelen. Wacht, dit is het. Ziet er super lekker uit. Dus dat ga ik eten. En ik heb hier nog wat geroosterde pitjes die ik even ga roosteren. Ja, dit is mijn moeder gewoon gemaakt. Dus dat ga ik lekker opeten. Zo, ik heb het allebei even opgewarmd. Lekker. En die doe ik er nu een beetje deze weer overheen. Dus niet allemaal. Dat vind ik iets te veel van het goede. Lekker. Dat ga ik nu opeten. Het is 9:45. Ik heb nu eigenlijk gewoon een glaasje water. Ik ben nu een week voor aan het eten. En ik ga nu eigenlijk niet meer eten. Want ja, ik heb natuurlijk best wel laat avond gegeten. Dus ik heb nu niet echt honger meer of zo. Zo, dit was dan alweer de video. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Dit is dus wat ik allemaal heb gegeten in de dag. Ik hoop dat je het een beetje geholpen hebt of misschien wel geïnspireerd. Misschien zit je ook wel een beetje in een fase van dat je denkt van, oh, ik het lukt maar niet om die stap te maken om wat gezonder te eten. En ik hoop dat ik je hierbij misschien heb geholpen. En dat je misschien wat ideeën hebt gegeven dat je ook gewoon heel lekker gezond kan eten. Dit is de video. Hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet dan zeker niet een blauw duimpje omhoog te geven. Give a thumbs up for me. Show the love. Show the support. En vergeet daardoor ook niet te abonneren op mij. En te volgen op Instagram. Dus @sarahverwoerd. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Volgens mij heb ik het al 50 keer gezegd. Maar ik hoop het gewoon. Want ik maak deze video's voor jullie. Heel erg bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei doei.